dan zijn er de vliegende tijgers en de hawks, de zwarte panthers en de Dingley Boys. Dus ik ben hier in Leeuwarden, ben ik de leider van de Dingley Boys. Dus maar er zijn meer ploegen, dus in Grauw heb je nog een bende, in Harlingen heb je een bende. Ja, de naam, dus is heel verschillend. Dus je hebt Zwarte Hand in Harlingen en zo. Snake heb je nog een bende, dus halfbloeden. Maar ja, dat komt pak je nooit voor dat we daar tegen vechten, dus dat was zelden. Zeggen. Ja, katten, suipen, ja, knakken. De meeste knakpartijen doen je voor dus om meisjes. Ja. Dat gaat meestal lang. Ja. En dus voelt wel eens een band is die sterker dan ons. Nou ja, dan moet ze maar even komen. Ja. Dat ben je voor bij elkaar, nou, dat bang we niet wezen. Als we bang waren, dan komen we meteen allemaal wel naar huis toe gaan. Samaseren. Je leest wel eens in de krant van dus die man. Die neergeslagen is door twee jongens, oude man. Nee, dat is laf. Dus dat het nou een rijke was of zoiets. Nou, dat had wel gekund. Een oude man neer te slaan, nee, dat is niet voor zo. Nou, wij verstaan dus onder vrijheid dat we dus zelf kunnen doen en laten wat we dus zelf willen. En dat we ons dus niet aan regels moeten houden die gesteld zijn door een of andere bejaarde mensen of zoiets. Of die er totaal niks van af weten wat wij nou eigenlijk feitelijk willen. Nou, wij stelen niet. Die andere bende zouden ze misschien op met stelen, maar wij stelen niet. Want je loopt meestal toch tegen de lamp. Maar dus we staan al heel bekend met het politiebouw, dus dat kunnen wij niet doen. Nee. Ze gaan over de loop naar helemaal, dus wat wij doen. En dat wij niets doen, zeggen ze ja. Grote waren op de dijk. Ja, zo. Ja. Dat kan niet. Dus we moeten werken. Ja, dat gevecht. Nou, het was op een gegeven ogenblik zo. Wij hadden dus een, dat was dus hier wel bekend in Leeuwarden, een goede organisatie. Die dus achter onze bende stond. En op een gegeven moment kregen wij dus allemaal via een relatie in Amsterdam, Tijgerjacks. En die gingen wij dus dragen. En hier waren twee bendes in Leeuwarden. De Dingley Boys en de Zwarte Panthers. En toen hadden dus de Dingley Boys die jacks en die vielen dus op. En en dat kon die Zwarte Panthers natuurlijk niet zetten. En die waren met ongeveer drie keer zo sterk wat betreft het aantal manschappen als ons. En die konden dus ook gerust zeggen, jullie die jacks uit en doen jullie dat niet, dan slaan we jullie op jullie flikker. Nou goede raad was duur. En we zeiden, wij verkopen onze huid duur. En toen kregen wij dus een uitdaging, we konden komen. Deden wij dat niet, dan werd ieder van ons apart gesnipt, gepakt en afgetuigd. Ja, wij dus alle jongens bij elkaar trommelen en zo. En die jacks aan uiteraard. En wapens, hè. Wapens, van alles. Stukken touw met gebroken flessen, pollepels met grote spijkers erdoor, stiletto's, kettingen, hele lange kettingen. En gaan we door, gooien planken en stokken en alles wat je maar vinden kon. Hè. Nou, en hadden we dus een plaats afgesproken. En er waren een paar jongens van ons weg. Nou, we waren misschien met een man of negen en zo. En dan hadden we al een paar verkenners naar voren gestuurd om te zien hoe machtig de tegenpartij was. En dan bleek nog, die waren allemaal met een man of 20 of zoiets. Ja, maar niemand van ons die dacht eraan om zich terug te trekken. No? In ieder geval, we komen op het afgesproken punt aan. Dat was een soort pleintje. En er was s'avonds een muur of negen, denk ik. En donker natuurlijk. En ja, dat leek natuurlijk allemaal hartstikke mooi. Zij hadden allemaal leren jacks aan, die glommen zo in het donker. En wij allemaal die gekleurde tijgerjacks. Nou, en wij stelden ons dus op aan de ene kant van het plein. En zij aan de andere kant. En er werd dus geen woord gezegd. En alles ging dus in stilte. En we bekeken elkaar dus in wat voor wapens en zo. En ieder zag dus al zijn tegenstander uit. Die ken ik nou. En daar heb ik een hekel aan. Die zou ik wel eens een mes tussen de ribben willen steken. Hè. En die, en zo ging dat dan een beetje. Nou, en
ja, een sein werd er dus niet gegeven, maar op een gegeven moment stapten we dus naar voren, daar leidden ze dus voorop. En dat was hartstikke idee, slaan, hè, om het leven. Nou, en ja, een gevecht, je let eigenlijk niet op wat een ander doet. En je bent dus helemaal geconcentreerd op de tegenstander waar je mee bezig bent. Maar ieder van ons die had al ja, een stuk of twee of drie op zijn lijf. Dus dat was vegen om het leven. Hè. Nou, en dan hoorde je hier een gil en daar hoorde je een gil. En dan hoorde je, oh, laat me los. En daar hoorde je een weglopen zelfs. Van de tegenpartij uiteraard. Niemand van ons liep weg. En nou, en ik kreeg nog een steek van een bajonet in mijn bil nog. Maar dat voel je op dat ogenblik niet. En een jongen die had er hoorde een paar van zijn maten, die hoorde die hulpkreet. Nou, en die schoot hem te hulp en dan kreeg hij nog een klap. En op laatst toen vertelde hij dus naderhand, kreeg hij zelf ook zo'n enorme dreun, dat viel hij bewusteloos neer. En toen zag ik dat zelf. Ik was ook namelijk bezig met die jongen te knakken en die had ik onder hem al liggen. En ik zag hem net een optetter op zijn feest geven. En toen draaide ik me zo om en toen zag ik dat er sprongen drie jongens, die sprongen een andere jongen, sprongen op zijn nek. En dan sloegen ze met zijn kop, hadden ze met zijn haren beten en sloegen ze met zijn kop een paar keer op een steen. Dat de jongen, zei, en dan bleef hij liggen. Hè. Nou, en dat ging nog zo'n poosje door en je ruikt bloed, je ziet bloed en je ziet dat een van je maten afgetuigd wordt. En zo dat, ja, je weet op laatst zelf niet meer wat je doet, hè. Nou, en op een gegeven moment, ja, toen lag hier een bewusteloos en daar liep een met zijn been in zijn handen, druipend van bloed en zo. En daar lag een voor pampers tegen het hek aan. En opeens hoorden we de smerissen. Een speciale wet is helemaal niet bij Wieps komen. Speciale wet. Nou, dat is het elite soortje. Nee, dat ben ik sterk tegen. Nou, het elite volk, hè. Mijn papa heeft een auto.